versneld. De start is gevallen. Begint met een galoppade voor Montoya Transair. Voor het startpunt sprong ook al Smart Hill As. Paarden gaan op weg naar de eerste bocht. Uitgeschakeld, nummer 1 galop. En aan de relingzijde heeft Jamaica Brown nu nog voordeel. Staat onder druk van Pearl Vrijthout. En aan de buitenkant gaat mee Dion Tesselaar. Die gaat als eerste terug met Mystical Spell en Galoppade daar van Jamaica Brown. Jamaica Brown sprong weg onder de druk. Uitgeschakeld, nummer 3. 3 galop. Is er nu uit en Pearl Vrijthout heeft de kop. Pearl Vrijthout, Mystical Spell S. Op de derde plaats volgt dan Danny den Dubbelde met Mireille Charisma. Vierde plaats is voor Moses Boko, die vandaag eens een keer geen pech lijkt te hebben. Aan de buitenkant probeert Niels Jongjans wat naar voren te gaan. En de opening 1-11-6. 11-6, dat is vlot. En het is Pearl Vrijthout die opening heeft neergezet. Moses Boko gaat hem nu opzoeken. En zo gaan we de laatste 900 meter in. Aan de buitenkant gaat mee naar voren. Mario Flevo. En zo gaan de paarden de rechterbocht in. Dat is de Z-Turf bocht. En de leiding in handen van Bakker met Pearl Vrijthout. Pearl Vrijthout, Mystical Spell S. Het eerste paard aan de buitenkant is Moses Boko. Daarachter ligt Mireille Charisma. Buitenkant daarnaast Mario Flevo. Daarachter volgt Jeffrey Miras met Miss Effect. En zo zijn de paarden weer in de rechterlijn overzijde aan de relingzijde. Daarnaast volgt dan ook nog Michael W. Halverwege de rechterlijn overzijde gaan we van 1.11 naar 1.18. Gaat de eerste kilometer in 1.15 en gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Pearl Vrijthout leidt, buitenkant Moses Boko en Mystical Spell S ligt derde. En die drie paarden lopen wat weg bij de rest. Vierde plaats is voor Mireille Charisma. Paarden zijn inmiddels halverwege de Tjarda-bocht en nog altijd heel makkelijk Pearl Vrijthout. Pearl Vrijthout, Moses Boko komt dichterbij. Makkelijk volgend aan de relingzijde, Mystical Spell S, maar die kan er voorlopig niet uit. Die ruimte lijkt nu wel te komen en zo zijn de paarden in de laatste rechterlijn en Mystical Spell S kan eruit. Het is Pearl Vrijthout die leidt. Bakker houdt hem heel goed vast. Aan de buitenkant uitgeschakeld, Mystical Spell S. Nummer 2. 2 galop. En aan de buitenkant komt ook Moses Boko. Pearl Vrijthout lijkt de zaak onder controle te hebben. 13-1 over de laatste 500 meter. En hij loopt zo naar huis. Pearl Vrijthout wint. Buitenkant Moses Boko, die waarschijnlijk op de streep nog net Mystical Spell S klopt. Tijd van de winnaar 1:14:05.